Dus hadith 1, die praat over het feit dat de profeet ging emigreren naar Medina. En dat de mensen van Medina 2 dagen hadden waarin zij bij elkaar komen om feest te vieren. Hadith 2 praat over het feit dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zag dat Aisha radiallahu anha, dat die 2 meisjes voor haar gingen liedjes voordragen, presenteren, feesten. En dat de profeet dat goed heeft gekeurd. En dat hij ook duidelijk heeft gemaakt dat het een feestdag voor ons is. En als wij verder gaan naar de bewijzen die er zijn, dan zien wij dat als we kijken naar onze omgeving, dat er verschillende feesten zijn eigenlijk ontstaan. En hoe moeten wij hiermee omgaan? Dan wordt een derde bewijs naar voren gebracht door de geleerden om duidelijk te maken, luister, dat zijn onze feesten en niet verder. En een van de bewijzen die naar voren wordt gebracht door de geleerden als ze hierover praten, is de hadith van Aisha. Een andere hadith van Aisha radiallahu anha, die in Bukhari en in Muslim is, en dat is dat zij heeft overgeleverd dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Wie in onze geloof iets innoveert wat niet daarbij hoort, voorwaar het wordt verworpen. En in een overlevering van moslim: men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Wie een daad verricht en die niet behoort tot onze geloof, voorwaar het wordt verworpen. De geleerden hebben gezegd, de hadith van Aisha is een basisprincipe als het gaat om het doen of het verrichten van bepaalde daden die behoren tot de aanbiedingen. En een feest vieren behoort tot de aanbiedingen. Een feest vieren, dat behoort tot de aanbiedingen. En dat betekent dat je je moet beperken tot de feesten waar wel een bewijs erover is. Om het duidelijker te maken, het gebed is een aanbieding. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons verplicht om 5 keer per dag te bidden. En dan hebben we het over verplichte gebeden. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons duidelijk gemaakt, als het gaat om het dhuhr gebed, dan horen wij 4 rak'at te bidden. Het kan niet zo zijn dat iemand komt en zegt, 4 rak'at lijkt mij wel weinig. Ik wil er 6 rak'at van maken. Dan gaan de mensen tegen hem zeggen, dat kan niet. Dan gaat hij zeggen, hoezo kan het eigenlijk niet? Wat zou dan het antwoord zijn? Het antwoord, omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam 4 rak'at heeft gebeden. Onze wetgeving heeft ons duidelijk gemaakt dat als het gaat om het gebed van dhuhr, dan is dat 4 rak'at en niet meer en niet minder. Hoezo? Is het alleen maar goed als ik een extra rak'at doe? Of als ik extra 2 rak'at doe en dan noemt hij het doorgebed? Nee, dan zeggen we het is niet goed. Want als het goed was, dan had de profeet het ook gedaan. Dan was het vastgesteld in onze wetgeving. En dat geldt precies voor de feesten die er zijn. Alleen bij het gebed is het voor iedereen duidelijk. 4 rak'at is 4 rak'at. En van niemand wordt het geaccepteerd wanneer hij komt en zegt, ik ga 5 rak'at met het dhuhr bidden. Dat het logisch is. Maar als het gaat om feesten, is het precies hetzelfde. Je moet je beperken tot de feesten die vastgesteld zijn. Waarmee onze wetgeving is gekomen. Waarmee onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam is gekomen. Omdat de ibadat, al-asl, de basisprincipe, als het gaat om een aanbidding, is dat je stopt totdat er een bewijs komt of er is die het toeschrijft. Die zegt dat je het wel hoort te doen, dat je het wel mag doen. Anders niet.
En daarom halen de geleerden zo'n hadith van Aisha, waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, wie in ons geloof iets innoveert wat er niet in behoort of bij behoort, voorwaar het wordt verworpen. Het is heel algemeen alles. Dat zuivert alle andere zaken die erbij is gekomen en zegt, nee, stop ermee. Aanbiedingen, je moet je beperken tot wat er is en waar het bewijs erover is, anders mag je het niet doen. Dat geldt precies voor de feesten. Om hetgeen wat wij hebben gezegd samen te vatten. Uit de bewijzen die er zijn, kunnen we concluderen dat moslims twee feesten hebben. Eid al-Fitr en Eid al-Adha. Die komen elk één keer in het jaar voor. En we hebben een feest die elke week gebeurt, dat is Jumu'ah, vrijdag. Waarin een preek wordt gehouden, waarin de moslims bij elkaar komen om te luisteren naar zaken die belangrijk zijn. En de dag van vrijdag is een belangrijke dag. Allah subhanahu wa ta'ala, zoals de geleerden dat duidelijk hebben gemaakt, eigenlijk werd vrijdag aan de christenen, de joden, voorgelegd en ze hebben het niet geaccepteerd. En de christenen ook niet geaccepteerd en het is de dag van de moslims geworden. En het is een feestdag die elke week terugkomt. Maar behalve deze twee feesten en vrijdag erbij, hebben de moslims geen feesten waarin ze bij elkaar komen, wanneer ze bepaalde zaken doen of rituelen of andere zaken wat te maken hebben met het feest. En als het gaat om islamitisch nieuwjaar, of als het gaat om de tiende dag van Muharram, of als het gaat om allerlei zaken die sommige mensen nemen als feest, dat is geen feest. Dat is misschien een gedenkdag waarbij je misschien daarbij stilstaat van de immigratie van de profeet en leerlingen eruit trekt, maar dat is absoluut geen feest die een moslim hoort te vieren of heel lang stil bij moet staan en mensen moet uitnodigen om iets daar speciaal in te doen of een hele nacht daarin te gaan bidden of van wat heel veel mensen hebben geïnnoveerd in het geloof. Dus het gaat om twee feesten die de moslims kunnen vieren. Namelijk Eid al-Fitr, die komt na een voortreffelijk aanbieding. Het vasten van de maand Ramadan. En Eid al-Adha, die komt overeen met de bedevaart. Vindt plaats op de grootste dag van al-Hajj, namelijk de tiende dag van de Hijja. Dit als het gaat om de feesten die een moslim mag vieren. Dat betekent eigenlijk dat alle andere feesten niet mogen, niet kunnen. En waarom niet? Als we het dan hebben over de andere feesten die een moslim niet mag vieren, dan maken wij onderscheid tussen twee zaken. Feesten die in de islam zijn geïnnoveerd, los van de Eid al-Fitr en Eid al-Adha, dan moet je denken aan mensen die de geboortedag van de profeet vieren, wat geen feest is, was waar de profeet nooit iets mee heeft gedaan, of de metgezellen of de geleerden, ze hebben nooit iets daarmee gedaan. Er zijn mensen die van de geboortedag van de profeet een feestdag hebben gemaakt. Dat zijn dus voorbeelden van feesten die geïnnoveerd zijn in het geloof. En je hebt andere soorten feesten, feesten van niet-moslims. En daar wil ik de nadruk op gaan leggen nu. Want in de islam hebben mensen ook feesten geïnnoveerd. Maar het gaat mij nu om feesten van niet-moslims. Het kan zo zijn dat het gaat om feesten van christenen. Het kan zo zijn dat het gaat om feesten van Joden. Het kan ook zo zijn dat het gaat om feesten van andere godsdiensten, vuuraanbieders of anderen. Een moslim mag niet meedoen met deze feesten. Waarom niet?
Dat is een vraag die ik wil duidelijk maken, zodat je als moslim zijnde dat je ook je kan uitleggen als het nodig is. Het is niet zo dat wij gaan roepen, wij mogen dat niet feesten om reden A, B, C, D. Nee, mocht het zo zijn dat het in een gesprek voorkomt en dat je wordt gevraagd waarom niet. Dat moet je wel als moslim kunnen uitleggen waarom niet. In ons geloof hebben we een basisprincipe. Een van de basisprincipes is dat wij niet de ongelovigen mogen imiteren. Bij ons is het verboden om een ongelovige te imiteren. Tashabbuh bil kuffar. Maar wat houdt dat eigenlijk in, het tashabbuh bil kuffar? Want er zijn zaken die niet-moslims doen en die wij ook doen. Waarin mogen wij hun niet nadoen? De geleerden hebben het specifieker gemaakt. Door te zeggen, wij mogen de ongelovigen, de niet-moslims, niet nadoen in iets wat specifiek tot hun is. Als het gaat om kleding, als het gaat om feesten, als het gaat om gewonden, iets wat specifiek tot hun is. Want er zijn zaken die alle mensen delen met elkaar. Dat doen de moslims, niet-moslims, ongelovigen, niet-gelovigen. Eten, drinken, reizen. Als je reist, dan doe je geen ongelovige na. Het is iets wat wij delen met elkaar binnen het universum, die mensen. Het gaat om het verbod op het nadoen van een ongelovige in iets wat specifiek voor hem is. Om een voorbeeld te noemen. Wat los van feesten. Bijvoorbeeld, je ziet nu dat mensen en vooral heel veel moslims ongelovigen imiteren in het dragen van de ring bij het huwelijk. Als ze gaan trouwen, dragen ze een ring. Dat is iets wat specifiek is tot christenen. Ze hebben een bepaalde aqida bij, een bepaalde dogma bij, dat bepaalde ader met een bepaalde verdiend pin, hart met hart en zo. Ik weet niet hoe dat in elkaar gaat. Maar dat is iets wat specifiek tot hun. En moslims die naar Europa zijn gekomen, die hebben bepaalde zaken gezien. En ze willen het nadoen zonder te vragen, kan dat of kan dat niet? Mag dat of mag dat niet? Ze denken dat het goed is of dat het modern is of dat het iets weerspiegelt. En ze doen het gewoon na zonder te vragen. Voorbeeld. Of wat je ook hebt, wat je ook merkt, als jij teruggaat, als jij je opa vraagt of je oma, hebben jullie wel eens een verjaardag gevierd? Dan ga jij horen van je oma en opa, dat weten wij niet, dat hebben we niet gekend. Is niet bekend. De moslims die naar Europa zijn gegaan in de jaren 70 en dat ze hebben daarna hun kinderen meegenomen, die zagen op scholen, christelijke scholen, dat kinderen een verjaardag vieren, dat ze uitdelen, dat ze dat doen. En die kinderen hebben hun ouders gevraagd, waarom doen we dat niet? En die ouders gaan mee met de kinderen, niet dat de kinderen meegaan met de ouders. En ze gingen het doen en ze hebben nu een feest van gemaakt. En ja, nu viert iedereen een verjaardag zonder te vragen, mag dat of mag dat niet? Terwijl het gaat om zaken die een moslim niet mag vieren. Een verjaardag vieren is niet iets voor moslims. Was nooit iets voor moslims. Dat was er iets voor andere geloven. En dat zijn enkele voorbeelden die duidelijk zijn. Teruggaat naar de essentie van het verbod. Van het vieren van een feest. Behalve de feesten die een moslim mag vieren. En het gaat mij nu voornamelijk om feesten van niet-moslims. Het verbod. Het verbod zit in het feit dat een moslim niet een ongelovige mag nadoen in iets wat specifiek is voor hem. Iets wat specifiek is voor christenen, mogen wij christenen daarin niet nadoen. Iets wat specifiek is voor joden, mogen wij de joden daar niet in nadoen. Of iets wat specifiek is voor vuuraanbieders, mogen wij hun daar niet in nadoen. Als het gaat om kledij, als het gaat om gewoontes, als het gaat om feesten, als het gaat om aanbiedingen. De criteria
iets wat specifiek voor hun is. Feesten. Dan hebben wij feesten. En een voorbeeld van een feest. Kerst. Sinterklaas. Oud en nieuw. Sint Maarten. Wat betekent Sint? Sint duidt op iemand die heilig is. Heilig. Heilig betekent onfeilbaar. Maakt geen fouten. Bestaat iemand die heilig is? Mens. We hebben geen heiligen. We hebben mensen die vroom zijn, die goed zijn. En die maken ook fouten net als anderen. Als je kijkt naar Sint Maarten, Sinterklaas. Essentie van deze feesten vindt plaats in dagen die bekend waren bij de Romeinen, waarin ze bepaalde goden gingen aanbieden. Het is niet eens christelijk oorsprong. Het heeft te maken met de Romeinen en dagen die ze hadden, die ze zagen als feesten. De god van de licht, god van de winter, god van de zon. En die omwisseling en allerlei zaken. Is daarna christelijk geworden. Sint Maarten, Sinterklaas, al deze zaken zijn christelijk geworden. Maar als je kijkt naar de essentie van deze zaken. Sinterklaas, en Sinterklaas komt uit Spanje of uit Turkije of uit dit. Dan zie je dat de kinderen dat meekrijgen op school en overal. En als je kijkt, dan zie je dat het gaat om leugens die wij ons kinderen leren en vertellen. Terwijl dat allemaal niet klopt, van die cadeautjes, rode cadeautjes onder de deur en Sinterklaas en de zwarte Piet die door de schoorsteen is gekomen, waardoor hij zwart is geworden. En allerlei zaken die niet kloppen, die wij niet mogen overnemen en die wij ons kinderen niet mogen leren. En dan is het toch heel simpel dat wij zeggen tegen onze kinderen dat we dat niet vieren. Dat is niet iets voor ons. Los van het feit dat het iets specifiek tot een bepaalde geloof of was bij de Romeinse Rijk of iets, zit er ook allerlei zaken in. Die niet kloppen, die wij niet willen leren aan onze kinderen. Ook iets heel belangrijks als het gaat om het feesten van niet-moslims of christenen. Dat hebben we meerdere malen duidelijk gemaakt en dat moeten we ook blijven herhalen. Christenen hebben een aqida, een dogma. Als het gaat om de profeet Isa alayhi salatu wassalam. Isa alayhi salatu wassalam is een profeet, is een dienaar, is een van de boodschappers van Allah, die Allah subhanahu wa ta'ala naar de mens heeft gestuurd, zoals hij de profeet Ibrahim heeft gestuurd, de profeet Musa, de profeet Noah alayhi salam, heeft hij ook Isa alayhi salam naar mensen gestuurd om zaken die niet goed zijn recht te zetten. Dus ons dogma, ons aqida, als het gaat om Isa, is dat wij geloven dat hij een boodschapper van Allah is. Dat hij gestuurd is door Allah subhanahu wa ta'ala. En dat hij net als de andere profeten, Ibrahim, Musa, Isa, dan kunnen ze de christenen zeggen, maar ja, wie is de vader van Isa? En dan komen zij met shirk zaken. Dan zeggen wij, wie is de vader van Adam? Alayhi salam. Wie is de moeder van Adam? Wie is de moeder van Hawa? Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze mensen geschapen. Allah is in staat subhanahu wa ta'ala om iemand te laten komen zonder vader. En zonder moeder, zoals hij subhanahu wa ta'ala Adam heeft gemaakt. En dan zie je dat de verschillen die tussen moslims zijn en christenen, niet een verschil over personen, maar in l'aqida, in ons geloofsleer. Wij geloven dat de profeten allemaal gestuurd door Allah,
En wij houden van alle profeten. En wij mogen geen onderscheid maken tussen profeten. Ze zijn allemaal gekomen van Allah. En ze zijn gekomen met een boodschap die zij moeten gaan overdragen aan de mensen. Zo geloven wij als het gaat om Isa, Musa, Ibrahim, Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Maar als iemand komt en zegt, Isa is de zoon van Allah. Ta'ala Allahu an dalika ulwan kabira. Of Isa is God. Ta'ala Allahu an dalika ulwan kabira. Dan zijn we helemaal niet eens met elkaar. Dan kunnen we niet samen met elkaar daarin gaan. En wanneer iemand met hen meedoet met zo'n feest, eerst wat hij doet, is zo'n aqida goedkeuren. En daarom toen de geleerden het vers hebben geïnterpreteerd in Surat al-Furqan, wat wij hebben gelezen aan het begin van ons lezen, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرِ. Toen Allah ging praten over zijn vrome dienaren en ze ging beschrijven, heeft hij gezegd over een van hun kenmerken, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرِ. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرِ, dat zijn degenen die geen valse getuigenissen afleggen. Geleden hebben het geïnterpreteerd die niet meedoen met de feesten van ongelovigen. Want daarin, wanneer je meedoet, zit een goede keuring in. Je keurt het goed. Je keurt iets goed. En het gaat om een dogma, om een aqida. En een moslim die gelooft dat Allah één is. En dat Allah boodschappers heeft gestuurd. Kan niet geloven dat er naast Allah iemand anders is die aanbeden wordt. Dus het meedoen met het feest van kerst of van oud nieuw is een goede keuring voor een bepaalde aqida wat wij niet horen goed te keuren. En dan kan je zeggen, ja, maar dat zijn toch kinderen en dit en dat. Nee. Iedereen leert zijn kinderen en voedt zijn kinderen op. Want ongelovigen of christenen en joden die voeden hun kinderen op. Dat zij niet mogen meedoen met moslimsfeesten. Dat ze niet mogen meedoen met dit en dat. En het is toch niet verkeerd dat ieder zijn eigen kinderen opvoedt. Ik wil niet dat mijn kinderen het meedoen met kerst. Ik heb respect voor ongelovigen. Ik besteel ze niet. Ik behandel ze met rechtvaardigheid. Ik ben eerlijk tegen hun. Dat zijn allemaal zaken waar wij elkaar in moeten respecteren. Maar dat mijn kinderen wel meedoen met alle feesten. En als ze niet meedoen, dan worden ze orthodox gezien. Of radicaal. Of dit of dat. Klopt niet. Klopt absoluut niet. Want wij vragen ook niet van alle kinderen, van alle mensen, of ze christen zijn of joden zijn, of zij meedoen met onze feesten.